Johan Cruijff heeft gezondheidsproblemen. Wat hij precies heeft, is niet duidelijk. Het management van de 68-jarige ex-topvoetballer... komt later vandaag met een verklaring. Volgens een Spaanse radiozender zou hij longkanker hebben. Cruijff rookte vroeger flink. Hij stopte daar in 1991 mee toen hij een hartinfarct kreeg. Daarna werd de Amsterdammer het boegbeeld van een anti-rookcampagne in Spanje. Een voormalig topspeler van onder meer Ajax, FC Barcelona en Oranje werkt momenteel als adviseur bij Ajax.